Yo gasten, welkom bij deze nieuwe commentary van mij op FIFALOSOFY en het is weer een Road to Glory. En deze Road to Glory begint gelijk goed met een deal op Simao. Zoals je dat misschien snel zag, pak ik hem voor 650 uiteindelijk. Ik zag hem staan voor, of iemand had geboden 600 op hem en ik denk ik bied gewoon even snel. En hij was toevallig nog in een goede opstelling ook en hij past goed in mijn team en daarom bood ik op en heb ik hem uiteindelijk voor goedkoop, want het is wel een goede verbetering in mijn team. Ik vind mijn team eigenlijk, ja, het speelt op zich wel lekker in de lagere divisies, alleen toch vond ik het niet echt bijzonder. En ik zat even te zoeken naar spelers die je echt voor goedkoop of voor een paar duizend coins echte verbeteringen zijn. Ja, je hebt wel Turan en zo. Die is dan ook net 1k of zo waard, maar die vind ik niet eens heel veel chill naar kanalen. En zijn ook, ja, zoals Soldado. Dat vind ik helemaal geen hele bijzondere spelers en daarom ga ik die ook niet kopen. Misschien ga ik gewoon het Duits zien doen, want dat vind ik ook echt beestelijk. En dan kan ik om de beurt die spelers gewoon rust geven. En dat is altijd handig. En die Rodriguez heb ik nu ook volgens mij wel wissel of op de reserves gezet dat hij geen contract maakt. Die was echt niet zo heel erg, best wel slechte speler. Dat is echt de zwakste schakel uit het team eigenlijk. Alleen deze aflevering ga ik in de beker spelen om het laatste managertaak te voltooien. En als je de beker speelt, kom je natuurlijk ook tegen betere tegenstanders. Deze gast ook. Heeft niet eens een heel erg hoogstaand team of zo. Maar natuurlijk beter dan die van mij. En hij was niet eens zo heel slecht met FIFA. Ik denk dat het de beste tegenstander tot nu toe is. Maar dat is natuurlijk logisch, want die gasten die in divisie 1 zitten en divisie 2, die doen vooral de beker en goud. Want die hebben natuurlijk een goed team en zo. Ik ontsnap vrij vroeg in de wedstrijd ontsnap ik wel heel goed. Suarez tot twee keer toe, maar mijn keeper zat er goed bij. En hier een voorzet van Martinez en die vliegt erin in één keer. Wordt gekopt. Ik dacht er veel aan, maar hij telt voor Martinez echt heel vaag. En in de herhaling zie je uiteindelijk dat de verdediger hem erin komt in zijn eigen doel. En dan telt hij van Martinez echt weer zo'n vage FIFA-zooi, alleen dat hoort er natuurlijk bij. Ik weet niet waarom die hem eigenlijk in zijn eigen doel komt. Misschien deed het wel per ongeluk. Misschien, je ziet het eigenlijk heel slecht wie hem erin komt. Ah, boy niet. Hier kom ik echt lomp in de bal lopen. En dan storen ze door en die is niet meer bij te houden. En die schiet hem simpel in de kort toe. Keepie zat er niet heel goed bij ofzo. En dan doet de stoere ook celebration. Stoere ballentelling celebration. En daarom is hij weer de bom. Alleen hier komt hij veel, ja, met druk op de bal verdedigt hij. En dan kan ik hem makkelijk langsribben. En uiteindelijk in de korte hoek afwerken met Sergio Canales. Is echt heerlijk. Of heerlijk, gewoon een chille actie. En hij maakt er 2-1 van. En ik kom dus eigenlijk, ja, redelijk terecht wel op voorsprong. Alleen dan loop ik weer dom te verdedigen hier. Loop ik veel te veel naar voren en probeer ik hem te shocken met mijn keeper. Alleen maak ik een heel groot gat in de korte hoek. En die maakt hij met een pisrolletje af of zo. En hij staat uiteindelijk hier op 2-2. En ik kwam er steeds moeilijker door. En hij komt hier zelfs op voorsprong in de tweede helft. Met een schot van Suarez. Die kan echt beestjes schieten. En ik dacht, op dit moment dacht ik echt niet meer dat ik terug zou komen of moeilijk terug zou komen. Ik moest geluk hebben. En uiteindelijk ga ik een paar minuten daarna echt met een geluk scoren. Want een voorzetje is gewoon op X klik en daarna B voor de PlayStation. Natuurlijk vierkantje na een rondje. En je hebt een doelpunt erbij. Echt super triest. Maar dat is FIFA, hè. De mensen met de minste skill wordt altijd beloond. En dat is eigenlijk een beetje jammer. Maar dat is gewoon hoe het is. En in de tweede helft gebeurde er best, ja, niet echt heel veel. Een paar kleine kansjes over en weer. En het eindigt uiteindelijk in 3-3. En daarna gaan we verlengen. Ook in de verlenging gebeurde er vrij weinig tot deze 120ste minuut toen de scheidsrechter afloot. Dat was eigenlijk het hoogtepunt van de hele verlenging. En dat betekende dus penalties. Ik heb die hele penalty serie erin gestopt. Omdat ik daar wel lachen vond, want het was spannend en zo. Ja, eigenlijk is het niet boeiend, dat is ook versneld. Je komt uiteindelijk op een keer, mist hij de tweede, eerste twee van de drie mist hij. En daarom dacht ik wel dat ik gewonnen had. Alleen dat is uiteindelijk niet zo. Het gaat door tot 9 penalties of 10 of zo. Volgens mij bijna moest mijn keeper een man nemen. Maar uiteindelijk dus niet. De laatste besliste wedstrijd ga je zo meteen wel zien. Ik ben normaal gesproken niet echt heel goed in die penalty series. Eén penalty weet ik altijd wat te scoren, maar altijd die gasten die zo irritant zijn als ze onvoorspelbaar zijn. En naarmate de penalties vorderen, laat me zeggen. Naarmate de verdedigers en de lompe middenvelders komen. Dan wordt dat balkje altijd heel klein. Het is moeilijker om in de hoek te schieten. En daarom schiet je hem al een beetje in de helft van de hoek, laat me zeggen. Een beetje in het midden van links, soort van, ja. Hoe moet je dat zeggen? Boeit niet, eigenlijk niet zoveel. En dan duikt de keeper er heel vaak langs of zo. Of je schiet hem soort gewoon, ja. Als je hem niet goed inschiet, dan is het moeilijker te pakken. Dan moet je een stapje doen of zo. En daarom houdt hij of scoort hij dat uiteindelijk heel veel. Eigenlijk scoren we allebei daardoor heel veel. En ik vind eigenlijk het penalty system best wel een beetje vaag met die balk. Waarom zou je in een balk moeten schieten? Moet je het echt ook timen bij een penalty of zo? Ja, vroeger was het echt simpel. Dan deed hij gewoon in de hoek en dan zat hij er altijd in. Maar ze moeten echt, ja, we moeten ze. Ja, ik weet eigenlijk ook niet wat ze moeten verzinnen op die penalty. Bullshit of zo. Maar dan komen natuurlijk de beker te winnen, want dat scheelt me weer coins. En met die coins kan ik natuurlijk weer een beter team maken. En met dat betere team kan ik de glory halen waar eigenlijk deze serie om gaat. Het is mijn weg naar succes, naar glory. Nou, hoe noem je dat? Roem of zo? Glory. Hoe noem je dat in het Nederlands? Waarom ben ik echt zo dom?
Maar dat boeit even niet. Ik win hem uiteindelijk wel, want hij miste hem. En ja, mijn verdediger maakt hem echt heel slecht af uiteindelijk. Maar het is ook zo met echte penalties nemen die verdedigers hem ook op de lompen. En daarom is het wel heel realistisch FIFA. Want dat is natuurlijk gewoon... FIFA is gewoon een realistisch spel. Dat moeten we gewoon nageven. En ik ga dus door naar de volgende ronde. En ik heb natuurlijk een goud pakketje gewonnen, zou je zeggen. Want ik heb alle manager taken gedaan. Kut FIFA. Want het manager taak kwam er dus niet bij. Ga je zo wel zien. Ik snap het niet. De vorige keer had ik tegen de computer gespeeld. Dat was op mijn hoofdaccount of zo. Maar een beetje skeer. Ik weet niet wat... Ja... Ik snap het echt niet waarom die niet bij kwam. Ik dacht echt dat het een bug was ofzo, dat het even duurde. En daarom ga ik zo ook dashboard, dat zie je volgens mij niet. Maar ik start FIFA wel opnieuw op ofzo, want ik wilde het pakketje even hebben. Wat toch stront in zit, maar die contracten zijn altijd wel handig. Want volgens mij had ik 4 of 3 spelers die geen contract meer hadden. En dat is best wel irritant aan het worden. En, ik heb die contracten dus wel nodig en ik ben ook niet echt een hele rijke boy ofzo op dit moment. Ik heb maar 5000 coins ofzo, waar ik niet eens weet wie ik ervan ga kopen. En je ziet me heel lang kijken, want ik wilde gewoon dat pakket. Ik weet eigenlijk niet wat. Ja, je ziet ook allemaal van die dingen waar ik niks van snapte. Ik weet niet wat dit is. Dat heb ik volgens mij ook al gedaan. Misschien is dat uitleggen of zo. Maar de volgende wedstrijd komt tegen weer Emmenieke met zijn irritante hoofd. Snel, sterk. De vorige aflevering scoorde hij echt onrealistische, irritante doelpunten. Misschien heb je die gezien, ik weet het niet. Maar hij staat weer samen met Wellington in de Switch. En echt de meest irritante spelers die er zijn op dit moment. Maar echt heel goed. Je moet ze maar gewoon kopen. En die kan dan even wisselen of zo. Volgens mij verandert de Gamsy dan niet. Blijft de Gamsy van je vorige spelers staan. Alleen ik kom wel op 1-0. Vela laat dan weer door zijn benen rollen. Dat doe je trouwens met R1 voor de Xbox RB. En laat je gewoon door je benen rollen. En het is echt super efficiënt. Het is eigenlijk gewoon, zelfs in de hogere divisies en bekers, is het gewoon een soort onverwachts. Want die tegenstander verwacht het meestal niet dat je dat doet. En je moet het niet te voorspelbaar de hele tijd lopen doen. Want dan werkt het natuurlijk niet. En hij komt wel weer met een domme voorzet. Met een schotje in de korte hoek. Komt hij weer op gelijke hoogte in de 15e minuut. En dat doet een autistic celebration. Met Wellington. Ik vind het echt een lompe celebration. Waarom hebben ze die ingedaan? Wie juicht er nou zo? Het echt bullshit. Alleen het was vooral een gevecht om het middenveld deze wedstrijd. Alleen dan moet je Vela natuurlijk geen ruimte geven als je niet wil verliezen. Want dan maakt hij natuurlijk af. Weer een heerlijk schotje met zijn linker. Want dat linkerbeen van hem is zo dodelijk. Ook al staat op zijn kaartje dat het niet zo bijzonder is. Het is echt in-game is het gewoon geweldig. Ik kom uiteindelijk een minuutje later kom ik nog op 3-1. Met een heel raar doel. Of heel raar, best wel lelijk doelpuntje naar rebound. Dat vind ik ook wel van die geluksdoelpunten. Maar ja, het is voetbal en het is FIFA. Want FIFA is gewoon een realistisch spel. En ik ga beker weer verder. Alleen de speler die me wel een beetje heeft tegengevallen is deze hele aflevering eigenlijk is Martinez. Eigenlijk had hij 1 doelpuntje dat eigenlijk geen doelpuntje van hem was gemaakt. Maar er komt natuurlijk echt wel, ja echt wel. Hij staat nu nog steeds op 4 games team. Dat is eigenlijk gewoon te laag voor een betere tegenstanders. En daarom zoek ik naar een nieuwe speler. En ik wist eigenlijk al wie ik wilde. En dat is dat is Adrian van Atletico Madrid. Dat is echt een beest. Ze is gewoon non-shiny, net als Vela. Alleen zijn pace en zijn schotten zijn gewoon lekker. Heeft van 3-6 kill, maar dat boeit eigenlijk niet zoveel. Want je moet gewoon veel hem de diepte insturen. En dan is hij dodelijk. En je gaat zo de stats even van Martinez zien. Dat hij uiteindelijk hoeveel doelpunten hij gescoord heeft en hoeveel wedstrijden. Ik weet eigenlijk niet. Volgens mij heeft hij alle wedstrijden meegedaan. En dat zag ik even snel bovenin. Waren de 14. Alleen heb ik van die 14 heb ik er 1 niet helemaal uitgespeeld. Of zo. Die viel uit naar de 15 minuten, waar ik een los had. Echt bullshit. En ik heb nu nog steeds, ben ik ongeslagen eigenlijk. Ik heb nog geen potje officieel verloren. En dat is best wel netjes eigenlijk. Ik hoop ook deze beker te winnen. Om nog steeds ongeslagen te blijven. Hier zie je, zoals je snel ziet, heb je alle tijd echt om te kijken. 14 wedstrijden, 18 doelpunten. Het is echt een meestelijk gemiddelde voor een 350 coins speler. Alleen dit was de aflevering alweer. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. Tot later gasten.